Christine Chow, podcast, How We Negotiate the Meaning of Images. Laten we beginnen met de mugshot van O.J. Simpson. Dit is de officiële en dit is de gereproduceerde foto van het populaire blad Times. O.J. Simpson is een bekende Afro-Amerikaanse American voetbalspeler die verdacht werd van een dubbele moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Door zijn mugshot in een andere context te plaatsen, ontstaan er nieuwe betekenissen. Ze hebben hem donkerder gemaakt en laten zien dat zijn afkomst invloed heeft op zijn daden. We zijn gewend als toeschouwer om beelden te interpreteren en betekenissen te creëren. Beelden worden geproduceerd volgens de sociale en esthetische traditionele opvattingen, wat ook wel conventies genoemd wordt. Conventies zijn het verkeerswoorden. We moeten eerst leren waar het over gaat, totdat het zinvol is, want anders slaat een bord met bijvoorbeeld een pijl nergens op. Hiermee spreken we van denotatie en connotatie. We decoderen beelden door aanwijzingen te interpreteren. Deze aanwijzingen kunnen formele elementen zijn zoals kleur, tinten van zwart en wit, contrast, compositie, diepte, perspectief en de stijl van het adres aan de kijker. Zo is de vertegenwoordiging van de glimlach die veel betekenissen door de gehele geschiedenis heeft, de glimlach van Mona Lisa. Haar glimlach wordt gezien als geheimzinnig. De bekende smiley die ontstond in de jaren 1960 werd opgevat als een symbool van geluk. Het symbool dat verspreid werd over kleding en buttons inspireerde de mensen om in de praktijk leestekens toe te passen en e-mails om de betekenis van een glimlach weer te geven. Maar wat een glimlach betekent, hangt af van de context. Een ongemakkelijke glimlach, een moordglimlach, een glimlach die jou de rillingen geeft, maar iets wil vertellen door zijn uitdrukking. De Chinese kunstenaar Yu Mingjun is wel een mooi voorbeeld als het gaat om de glimlach. Zijn schilderijen gaan over de symbolische glimlach, die verwijzen naar de beelden en sculptuur van de lachende Boeddha en commentaar met ironie over de glimlach als een masker. De glimlach in Mingjun's schilderijen gaan over pijn. Ik citeer zijn uitspraak. Lachen is een expressie van pijn. Wanneer het maximaal niveau van pijn hebt bereikt, ga je lachen. Want dat is het enige wat je kan doen. Hoe wij aan verschillende betekenissen komen van een glimlach, komen voort uit de concepten van de semiotiek. Semiotiek houdt zich bezig met het leven van tekens. Elke keer als we een beeld interpreteren, al dan niet bewust, maken we gebruik van een instrument van de semiotiek aan zijn betekenis of de betekenis te begrijpen. In dit filmpje gaan we het semiotiek model van theoretici Charles Sander Peirce, Ferdinand Saussure en Roland Barthes behandelen. Saussure heeft de meeste invloed op de theorie van het structuralisme en over het analyseren van de visuele cultuur. In Saussures theorie geeft hij aan dat veranderingen in betekenis afhankelijk zijn van de context en aan de regels van de taal. Het semiotiek model van Barthes en de basis van Saussure gaan over de betekenis geven en de betekenis. Saussure gelooft dat tekens op twee niveaus een betekenis krijgen, namelijk denotatie en connotatie. Denotatie is het concrete iets waar een woord naar verwijst en connotatie drukt de gevoelswaarde van het woord uit. In het schilderij van Mingjun is de glimlach de betekenisgever en angst is de betekenis. De betekenaar en de betekenis vormen het teken. Zo worden oude Marlboro-advertenties bekend om hun vergelijking met mannelijkheid. Marlboro is de betekenaars en mannelijkheid is de betekenis. Marlboro vormt dus het teken van mannelijkheid. Door de opkomst van stedelijke industrialisering en modernisering werd de Marlboro-man gebruikt als een anti-rookadvertentie, want Marlboro-man is verlies van mannelijkheid en roken betekent ziektes. Met andere woorden, de cowboys verdwijnen uit het Amerikaanse landschap. We zijn gewend dat de relatie tussen betekenaar en betekenis natuurlijk is. Bijvoorbeeld een roos is romantisch en een witte duif staat voor vrijheid. Het model van Barthes is handig om erachter te komen hoe je objectief en subjectief naar een beeld kijkt. Zo kun je veel vragen aan jezelf stellen om het kijken naar beelden te verbreden. Het model van Peirce is anders dan die van Barthes en Saussure. Peirce maakt onderscheid tussen het object zelf. Zo heb je een symbolische, iconische en een lexicale betekenis. Het symbolische teken staat symbool voor het object. Een hoofddoek staat bijvoorbeeld als symbool voor geloof. Iconisch is wat je daadwerkelijk ziet afgebeeld en lexicaal kan een betekenis gerelateerd zijn aan een ervaring. Een hoofddoek bijvoorbeeld associëren met extremisten. Bij indexicale tekens is er volgens Peirce sprake van een relatie tussen het teken en degene die interpreteert. Dit is vooral het geval in reclame en politieke affiches waarin de combinatie van tekst en beeld worden gebruikt om de interpretatie van de kijker te stimuleren. Zie hier Geert Wilders. Iedereen weet ondertussen wel wat hij en zijn politieke partij willen bereiken met de samenleving. Door zijn tekst maakt hij zijn boodschap nog duidelijker. Ze gebruiken foto's omdat de connotatie fotografische waarheid bevat, maar ook een primaire bron van fantasie. Zij gebruiken dubbele betekenissen in advertenties. Zie hier in de Land Rover advertentie de combinatie van tekst en beeld om een boodschap te versterken over de auto en het bedrijf zelf. Je kunt dus aan de hand van het model van Peirce veel betekenissen eruit halen. Kortom, het semiotiek model van Barthes en Saussure
laat zien dat als je naar een beeld kijkt, dat je er twee betekenissen uit kan halen. De twee betekenissen zijn de betekenisgever en de betekenis. Pierce legt aan de hand van zijn model uit dat je een beeld kan onderscheiden en dat je er drie betekenissen uit kan halen. Deze betekenissen zijn symbolisch, iconisch en indexicaal. Door middel van deze twee modellen hebben wij geleerd hoe je naar beelden kijkt en hoe je betekenissen uit beelden haalt.